Voorbij de Maan is een reconstructie van wat waarschijnlijk de boeiendste jaren waren van de voorbije eeuw. Het is het verhaal van de pioniersjaren van de ruimtevaart, natuurlijk in de Verenigde Staten, maar ook in de Sovjet-Unie. En dat allemaal bekeken doorheen een Belgische bril. 60 jaar geleden werd in Amerika John Glenn in de ruimte geschoten. Hij was daarmee de eerste Amerikaan die een baan om de aarde vloog. Dat is mogelijk gemaakt door een Belg. Nu, de rakettechnologie was na de Tweede Wereldoorlog, stond hij nog in de kinderschoenen. Je had natuurlijk Werner von Braun, die ook naar Amerika werd gebracht om raketten te ontwikkelen. Maar er waren ook de Sovjets. En die stonden mijlenver voorop op de Amerikanen. Sovjets lanceerden Sputnik, Sovjets lanceerden Gagarin. En Werner von Braun kon met zijn raket geen weerwerk bieden, want ze was te zwak. Karel Bozarechter had ondertussen een intercontinentale ballistische raket gebouwd, waarmee dat wel allemaal kon. En het is dankzij hem dat dus John Glenn in een baan om de aarde werd geschoten. Zijn verhaal is een zeer avontuurlijk verhaal. Gelukkig zijn er de correspondentie overgebleven en die hebben we verwerkt in het boek Voorbij de Maan. Wie er ook een plaats krijgt is bijvoorbeeld Paul van Hooijdonk. De Belgische kunstenaar die er via de Apollo-vluchten in slaagde om een kunstwerkje op de baan te brengen. Nu, om terug te keren op Karel Bozar, zijn raketten worden nog altijd gebruikt voor de interplanetaire reizen. En een grote fan van onze Belg is ook een man die zich momenteel inzet voor de ruimtevaart en die heel graag over Karel Bozar twittert, namelijk Elon Musk.